Bij ons in de studio nog steeds Matthijs en Sarah Groen. Je kent ze wel als de Groentjes van YouTube. Hun dochter Meerte, waar ze altijd heel veel over vertelde in hun vlogs, die is afgelopen januari overleden, dus pas 2 maanden geleden. Je zou dan kunnen zeggen, dan stoppen we ook met het delen van ons leven. Want het ging voornamelijk ook over Meerte natuurlijk. Ja, Sarah, maar jullie gaan toch door met dat vloggen. Zeker. Het allereerste wat ze zeiden, een van de eerste dingen, we gaan gewoon door, omdat we het zo belangrijk vinden dat haar verhaal, Meertes verhaal, verteld blijft worden en gedeeld wordt. Omdat Meerte is niet de enige van Nederland die een beperking heeft. En er zijn zoveel gezinnen, zoveel ouders die tegen dezelfde problematiek aanlopen. Maar ook veel negativiteit krijgen van de buitenwereld of mensen die denken dat het alleen maar ellende is. Willen wij ons nog steeds blijven inzetten voor de doelgroep. Ja, wat zijn misvattingen waar je tegenaan loopt? Heel veel. Onder andere, ze is niet gelukkig, ze heeft geen leven. Dat is denk ik de grootste misvatting die er is. Ze kan niks. Ze ligt toch, het is maar een kastplantje. Ik zeg altijd, ja, maar kastplantjes groeien ook. Want die staan niet voor niks in een kast. Die hebben gewoon wat extra aandacht nodig. Dus zo kijk ik er tegenaan, tegen het woord kastplant. Ja, die zijn misschien nog extra specialer en mooier. Ja, waar werd Meerte echt gelukkig van? Muziek. Ja? Ja. Wat voor muziek? Direct. Oh ja? Ja, oh, lekker hard. Ja, hoe harder hoe beter eigenlijk. Ja, hoe harder hoe beter. Ja, ze hield echt van muziek. En Soldier On is een van de nummers die we bijvoorbeeld op begrafenis ook gedraaid hebben. En gezongen is. En dus muziek, knuffelen, gek doen en hoe wilder, hoe beter. Ja, dus ja, een belangrijk leven dus, wat ook wel gevierd moet worden. Dat doen jullie nu ook nog steeds via die vlogs. Maar zoals Sarah net zegt, Matthijs, jullie hebben heel veel kennis op dit moment. Wat kun je daarmee doen? En ja, vooral blijven inzetten. Onder andere bij de gemeente waar we wonen. Door middel te kijken van, ja, we hebben destijds natuurlijk de zorg naar de gemeentes toegegaan. Dus eigenlijk begonnen al die gemeentes bij nul. En je merkt gewoon in heel veel dingen dat de gemeentes gewoon echt mensen nodig hebben met eigenlijk de kennis zoals ons of andere ouders die in dit straatje zitten of hebben gezeten. Dus dan denken jullie mee over hoe dat verbeterd kan worden, ja. die hulp van de gemeente? Ja, en zoals dat dingen niet onnodig lang duren qua aanvragen. Of dingen waar je vooral tegenaan loopt. En dat was best veel over de 10 jaar, om het maar heel klein nog te zeggen. Ja, wat staat je echt vooral bij? Leerplicht. Oh. We hebben ongeveer 9 jaar lang soort van gestreden dat. Nee, niet 9 jaar, maar ze was pas 9 toen ze vrijstelling van leerplicht bijvoorbeeld kreeg. Hé, maar dat is toch gek? Ja, dat is heel gek. Ja, het is heel, je weet eigenlijk bij 1 oogopslag dat Meerte niet naar de kleuterklas gaat of zo, hè? Nee, en omdat ze zat ook op een dagbesteding. Maar omdat bijvoorbeeld binnen, ik ging ervan uit dat mensen in het onderwijs, of kinderen die ook bekend zijn bij de gemeente, dan ook een brief krijgen of automatisch leerplichtontheffing, et cetera. Misschien wat naïef, maar we hebben er zelfs een keer mee gehad dat de leerplicht op de stoep stond bijvoorbeeld. Nou, dat is toch apart, hè, dit? Ja. Wordt er inmiddels, want jullie hebben natuurlijk in die vlogs daar ook aandacht aan besteed. Wordt er nu ook een beetje al naar jullie geluisterd? Over het algemeen wordt er, ik heb tussen vorig jaar een deel van mijn verhaal mogen doen bij de gemeente, laat maar zeggen. Dat was ook vrij te zien. Heb ik een soort presentatie gegeven over dingen waar ik tegenaan ben gelopen, of waar wij tegenaan lopen en wij zijn niet de enige. Ja. En er worden gesprekken over gevoerd. Ja. Geluisterd is natuurlijk 1 ding, maar er moet natuurlijk wat veranderen. Merk je al wat vooruitgang, Matthijs? Ja, kleine dingen wel. Maar er zijn natuurlijk ook problemen die gewoon veel groter zijn. En dat is belangrijk dat die eerst in kaart gezet worden. Nou, die fase zitten we vooral nu, dat we ook daarin inspraak mogen hebben. Dus dat is al een heel mooie situatie die we nu hebben kunnen creëren. Ja, we hopen uiteraard dat dat zo snel mogelijk waar kan worden. Ja. Dus die strijd blijven jullie voeren in elk geval. Ja, en dat er misschien ook dan uiteindelijk, als het goed draait, ook naar andere gemeentes kan gaan. Ja, nou jullie gaan door met vloggen, maar jullie hebben natuurlijk ook heel veel vlogs gemaakt die dan nog die te zien zijn op YouTube. Veel herinneringen zijn daar ook in vastgelegd. Is dat nou iets waar je dan denkt van, oh, ik ben blij dat ik dat gedaan heb, Sarah? Ja. Ja, in de eerste dagen had ik even geen behoefte om al die filmpjes terug te kijken, merk ik. Matthijs iets meer. En daar vinden we ook onze wegen wel in. Maar nu af en toe denk je, oh ja, dat deed ik ook nog. Oh, zoek het even op.
En dat is fantastisch om eigenlijk al die momenten weer eens terug te zien. En vooral de blije kopie. Ja. Wanneer verschijnt de nieuwe vlog? Hebben jullie al een datum? Want één deze dagen. En daar delen we delen van de begrafenis in. Dus, okay. De uitvaart, hoe die is geweest. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dank jullie wel dat jullie hier hebben willen vertellen over wat jullie hebben meegemaakt de afgelopen tijd. Heel veel sterkte. En ter nagedachtenis aan Myrthe, zodat ze er toch nog een beetje bij is, draaien we nu ook Soldier On van Direct. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. You stop believing in our story. You say it's way too short. Yourself with a flower chain and a broken cat.